De doelstelling was altijd geweest voor mijn 30 een eigen zaak te starten. En in 2012 is dat gelukt. Dus op mijn 30-jarige leeftijd ben ik met Label begonnen. De keuken evolueert jaarlijks en draait eigenlijk nu om het echt het klassieke keuken, meer het product dat spreekt. Maar ook het imago van het restaurant evolueert heel hard. Zo hebben wij op donderdagen enkel voor het zakelijke cliënteel onze Bel Business geïntroduceerd. Waarnaar wij eigenlijk veel meer gestructureerder en gemakkelijker kunnen werken en gerichter eigenlijk. Wat hebben wij nog gedaan? Dit jaar is Moreland Gin uitgekomen. Dus wij hebben onze eigen Label Gin op de markt gebracht en serveren wij hier in het restaurant. Voor de marketing laat ik mij bijstaan door aromacommunicatie. Met het ontwerpen van de creatieve oplossingen zoals visitekaartjes, de wijnkaart hebben zij gemaakt en de menukaart. Ook staan ze mij bij voor het sociaal gebeuren en posten zij regelmatig dingen op Facebook en Instagram. En onlangs hebben zij voor mij ook een nieuwe website gemaakt. De vorige website was helemaal niet meer mee, bijvoorbeeld op een tablet of iPhone ging hij niet goed. De foto's kon ik ook niet veranderen, dus het beheer had ik zelf niet in de hand. En dat hebben zij heel goed opgelost met een volledig nieuwe website, waar dat ik eigenlijk het beheer volledig zelf kan doen. Aroma heeft voor mijn nieuwe website eigenlijk terug vanaf nul begonnen. Zij zijn begonnen met de structuur te maken van de nieuwe website. Hoe dat hij er gaat uitzien, met verschillende tabs en kanalen en doorklikmogelijkheden. Ze hebben ook de teksten geschreven, die zijn dan vertaald naar het Frans en Engels. Ze hebben ook nieuwe foto's laten maken, waardoor ze heel mooi in de website geïntegreerd zijn. Over de samenwerking met Aroma ben ik zeer tevreden. Ik hoop dat we deze samenwerking ook nog lang kunnen verder zetten en naar de toekomst toe mooie en nieuwe dingen creatief kunnen bedenken. We blijven eraan verder werken om het merk Label goed op de markt te zetten.